De relatie tussen Suriname en Guyana wordt tijdens een werkbezoek van een Surinaamse regeringsdelegatie aan het buurland geëvalueerd. Vandaag is de delegatie vertrokken onder leiding van minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Volgens de bewindsman vindt dit bezoek plaats in het kader van eerder gemaakte afspraken tussen president Santokki en zijn Guyanese ambtgenoot Irfan Ali. Het heeft eigenlijk drie doelen. Eén is om de evaluatie goed te bespreken en vast te stellen welke nieuwe vormen van overlegmomenten gecreëerd moeten worden die passen binnen het nieuwe raamwerk van overleg tussen de twee presidenten. De bedoeling is dat uit dat overleg er een agenda komt voor het eerste gesprek tussen de beide presidenten op strategisch niveau, welke hier in november zal plaatsvinden in de marges van de onafhankelijkheidsviering. Uiteraard rekening houden met COVID. Het kan daardoor misschien enigszins vertraagd worden. Maar als alles goed gaat, is de president van Guyana ook hier. Naast de verschillende overlegmomenten op bilateraal niveau zullen er ook gesprekken gevoerd worden over de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Minister Albert Ramdien zal gebruik maken van de gelegenheid om ook te praten met de ambassadeurs van Canada en Groot-Brittannië en met vertegenwoordigers van diverse regionale en internationale organisaties. Twee is dat we willen praten over de Corantijnrivierbrug. Daar zijn in de afgelopen week ook gesprekken over geweest op technisch niveau. Minister Noor Mohammed heeft zijn collega ontmoet aan beide kanten van de rivier. Het is een belangrijk project om een stukje verbinding te creëren tussen de beide landen. Het zal bijdragen aan een toegankelijkheid op het noordoostelijk deel van Zuid-Amerika. Dus dat is een project dat zeer nadrukkelijk besproken zal worden. Wat er moet gebeuren, welke afspraken gemaakt moeten worden, hoe het vervolgtraject eruit ziet. Het is een grote investering. Het zal een gezamenlijke investering worden tussen de beide landen. En daarnaast willen we praten over de technische samenwerking tussen de beide landen. Er zijn grenscommissies geweest, er zijn ook economische samenwerking. Dus al dat soort zaken willen we daarnaast ook nog bespreken. Het werkbezoek van de Surinaamse regeringsdelegatie aan Guyana duurt 2 dagen.